Welkom bij een nieuwe Eindje Cultuur. Eindhoven is een stad in transitie. Oude bedrijfsterreinen worden omgetoverd tot culturele hotspots. Strijp S is natuurlijk het bekendste voorbeeld, maar wat denk je van het VDMA, NRE of het Campina-terrein? We onderzoeken vandaag wat deze plekken nu al betekenen voor cultureel Eindhoven en wat we in de toekomst kunnen verwachten. Dat doe ik samen met mijn tafelgast Lonnie van Rijswijk. Welkom Lonnie. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, jij bent van Atelier NL, samen met Nadine Sterk. En jullie werken vooral met klei en zand. Waarom met deze bodemmaterialen? We maken met klei keramiek en met zand ons eigen glas. Het is super fascinerend dat je eigenlijk met de lokale grondstoffen kan werken. En ook dat het verschillende kleuren oplevert. Maar dat het ook teruggaat naar de aarde, naar de geschiedenis. Iedereen die erop woont en werkt. Dus, jullie halen zand en klei uit verschillende delen van het land. En dat blijken allemaal andere keramische en glasgeblazen vormen en kleuren te worden. Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk wereldwijd. En het mooie daaraan is dat eigenlijk alles terug te relateren is naar de aarde. Dus waar iets vandaan komt of hoe iets is ontstaan. Waarom er bepaalde grondstoffen in een gebied zitten. Of misschien ook juist wel een oorlog is ontstaan. Dus eigenlijk alles is terug te leiden naar de grond. En die verhalen die verzamelen dus ook van mensen. Dus we vragen ook echt, waarom is deze zand voor jou bijzonder? En voor de ene is het een vakantiezand. En voor de ander is het omdat hij net zijn nieuwe huis heeft gebouwd. Of omdat hij een vluchteling is. En die verhalen die hebben we allemaal op een website samengebracht. Waar is die fascinatie ooit ontstaan? Ja, dat is eigenlijk begonnen in Peru. Als studenten hebben we daar gewerkt in een keramiekwerkplaats. En we gingen 's ochtends met een ezel klei scheppen. En het was super mooi. We gingen 2 uur lopen. En toen kwam je daar op een plek. En toen gingen we graven. En toen hadden we die klei in handen. En toen dacht ik, wauw, dit is echt klei. En dan voel je het. Toen gingen we daarna daar vazen van maken, de klei bewerken, erop springen om de luchtbubbels eruit te krijgen. En we waren gewend om naar de winkel te gaan om die klei te kopen. En nu voelden we van, wauw, dit is echte klei. En zo is het eigenlijk begonnen en is het een hele reis geworden van de ene verrassing in de andere. En dat het dus zoveel vertelt over alles om ons heen, over de natuur, de mensen. Ja, wauw, wat een rijke verbinding tussen verhalen, omgeving en dat wat je aan het maken bent. Dan, hoe zit jullie samenwerking in elkaar? Het is een heel leuke samenwerking. We zijn allebei heel verschillend. Dus het vult elkaar goed aan. Nadine is heel erg goed in het uitdenken van en maken. Ik ben meer de ontdekker. En ik vind het leuk om te praten. dat vult elkaar super goed aan. En op wat voor manier werk je samen met je studenten als docent op de Design Academy? We geven beide les aan de academie. En dan doen we het programma eigenlijk ook zo dat ik veel meer bezig ben met het onderzoekende werk, het pionieren, de inspiratie. En nadien dan eigenlijk het tweede gedeelte waar het meer gaat over het maken en het ontwerpen. Wat ik heel leuk vind is bij studenten echt de verwondering te ontdekken van wat drijft hun en waar worden ze enthousiast van en blij van. En dat is eigenlijk ook je kracht. Ik kan me voorstellen. Hebben ze nog wat met natuurlijke materialen? Het is allemaal zo'n generatie van beeldschermen. Dat is superleuk om te ontdekken. Dat als je studenten terugbrengt naar de bron. We zijn nou laatst gaan riet snijden. Om daarmee te werken en wilgen om dat materiaal te gebruiken. Maar dan echt ook gaan kappen. En dan merk je gewoon dat. Dan ontdekken ze net, dan ontstaat die verwondering vanzelf. En dan wordt het materiaal echt. Ja. Wat betekent transitie voor jou? Ja, wat ik mooi vind aan transitie is eigenlijk de verbinding leggen tussen elkaar, mensen, je omgeving. En eigenlijk te zien dat eigenlijk alles er al is. En alles is continu in beweging. En de manier waarop je daarop reageert en mee omgaat, dat is eigenlijk voor mij transitie. En ik voel ook dat ik eigenlijk continu in transitie ben. Door eigenlijk meer te zien van wat komt er op me af en hoe reageer ik daarop. Mm-hmm. En hoe steek jij dat in? Wat jouw eigen drijft van transitie? Ik denk dat hoe wij het insteken is verwondering delen met mensen, maar ook verbindingen leggen
tussen bijvoorbeeld wetenschap het publiek, het ontwerpen wat we doen. Dus eigenlijk het samenbrengen van de specialisten met het lokale publiek. En want ik denk ook dat de verandering zit in dat we allemaal langzaam... dat het een soort druppeleffect is dat we langzaam dingen samen gaan zien en ontdekken. Wat we bijvoorbeeld doen is dat we mensen vragen om zand bij ons in te leveren, om glas te maken. Voor de een is dat een souvenir, maar voor de ander die gaat nadenken van... Hé, maar wacht eens even, zand is super bijzonder, mag dat wel van de strand afhalen? Ben ik nou niet eigenlijk een steler? Mm-hmm. En die discussie vinden we heel interessant, maar we vinden het heel mooi dat je iedereen een eigen tempo geeft om na te denken over de natuur en hoe we bezig zijn met onze grondstoffen. En dat vind ik heel mooi in transitie, dat je die niet kan versnellen, maar dat iedereen zijn eigen tijd heeft om dat te voelen. Ja, is de culturele sector sowieso in transitie om meer samen te werken, interdisciplinair te werken? Ja, ik vind dat super mooi. Want aan de ene kant gebeuren er nu natuurlijk dingen om ons heen die niet fijn zijn. En tegelijkertijd zie je juist het samenwerken met verschillende partijen. Maar ook het samenwerken met natuur en techniek. Wat super mooi is. Dus ik word eigenlijk heel blij van dat je eigenlijk ook ziet dat er veel meer betrokkenheid is. Dat mensen weer veel meer terug willen naar wat echt is. En dus juist in contrast met ons beeldschermgebruik komt er een tegenbeweging naar natuur en echtheid. En maken met je handen, met je poot in de klei. Ja, precies. Aha. Echt weer weten waar het vandaan komt en het fysiek voelen. En dat maakt ook dat iets leeft. Ja. Is het ook inspirerend om les te geven? Haal je ook weer ideeën van de studenten of prikkelen die jou weer? Ja, zeker. Ik kan niet zonder les geven. Het kost veel tijd voor onze studio, maar ik word super blij van al die... mooie inspiratie die studenten hebben. En ook kijk op het leven nu. Ik ben natuurlijk wel ouder, maar ik vind het heel interessant van... waar zijn zij nu mee bezig? Waar zijn ze mee bezig? Nou, ik merk wel dat er veel, veel druk is voor studenten. Dat ze heel erg het gevoel hebben dat ze de wereld moeten redden. En dus de problematiek waar ze mee bezig zijn... Bewuster dan in jouw generatie en in mijn generatie? Ja, veel meer. Want wij hoefden helemaal niet na te denken over... welke materialen we gebruikten toen we op school zaten. Mm-hmm. En nu natuurlijk wel. En ook over je reisgedrag. Daar dachten wij een paar jaar geleden gewoon niet over na. Ja, en, wel. Ja. Dus dat is echt wel een hele grote verandering. Ja, heeft dat ook consequenties voor je internationale werk? Nu in coronatijd zal dat misschien wat stiller zijn geworden. Ja, en dat is ook wel mooi, want er zijn heel veel dingen digitaal overgenomen. Waar ik eerst een lezing ging geven en daar ging vliegen. En misschien voor 40 mensen een lezing stond te geven. Doe je hem nou digitaal en kunnen veel meer mensen aansluiten. Natuurlijk is dat 1-op-1 contact heel mooi. Maar aan de andere kant ben ik me ook gaan afvragen. Maar dit is wel een beetje bizar eigenlijk. En dan... wat ik nu merk is van wat ik interessant vind, dat je dus internationaal kan werken digitaal. Vanuit huis. Ja, maar dat je lokaal de verbinding gaat maken. En we zijn dus nu ook heel veel projecten aan het doen in Eindhoven, participatieprojecten, waar je echt kan voelen van oké, dit is wat het met mensen doet. Je kan dan heel internationaal werken, maar eigenlijk niet weten wat je eigenlijk overbrengt. En dat is iets wat we nu in het ontdekken zijn, dat die mix. Daarover dadelijk meer. Ja. De oude melkfabriek van Campina moet een gebied worden waar verschillende groepen mensen organisch samenleven. Voordat het gebied echt op de schop gaat, hebben de eerste makers er al een tijdelijk plekje gekregen. Onze visie is, we hebben een positionering bedacht voor het hele terrein, waarbij we eigenlijk als thema hebben social design richting gezondheid en voeding. We willen het hele terrein dus gaan herontwikkelen richting een mixed-use gebied, voor zowel wonen, werken, recreëren. Met name ook de ondernemers die hier straks komen, die hebben allemaal een bepaalde verbinding met het positionering die wij in gedachten hebben. Bijvoorbeeld food is eigenlijk begonnen als een
heel klein restaurant, zeg maar. En langzaamaan zich verder doorontwikkeld tot ook een stukje eigen urban farm. Dat in de kelder, zeg maar, de groenten worden gegroeid, zoals ze dat zo mooi zeggen. En we hebben nu ook de plan om in de toekomst dat ook terug te laten komen weer in de kelder van de melkfabriek. Ik vind het wel bijzonder dat dat dus eigenlijk op het Campina-terrein eigenlijk organisch ontstaan is. En wij proberen daar als BPD zoveel mogelijk op in te spelen en in mee te bewegen. Als Foundation We Are, we zijn huurders van BPD op dit locatie, op deze ruimte. En wat we graag doen in deze 2 jaren is eigenlijk het ruimte bieden voor andere ontwerpers ook hier te kunnen werken. En deel van uit die samenleving te kunnen zijn. En dus het is nu eigenlijk onze headquarters. Dus het is tijdelijk, maar ook heel belangrijk voor nu. Ik vind het altijd interessant om te zien hoe eigenlijk zo'n complexe project zich ontwikkelt. Want je hebt natuurlijk makers, maar je hebt ook in de toekomst office ruimtes. En mensen die hier echt gaan wonen. En dat vind ik spannend om een relatie te bouwen met die mensen. En eigenlijk te zien wat wij als ontwerpers kunnen bijdragen in zo'n samenleving. Want dit terrein is best complex en het wordt hopelijk een samenleving. Campina-terrein is dus een soort mini-samenleving geworden. Jullie zitten met Atelier NL in de Bergmanstraat, in een oud kerkje. Hoe is dat zo gekomen? Ja, we zijn er als jonge ontwerpers ingekomen en we huurden toen. En toen op een gegeven moment waren er nieuwe plannen, maar wij wilden eigenlijk niet weg. Toen hebben we een crowdfunding. Een crowdfunding, hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou, het mooie was dat we eigenlijk gingen bluffen dat we die kerk gingen kopen. Maar we stonden binnen 5 minuten buiten, want ze zeiden, sorry, maar hoe leven jullie? Wat kost een kerk tegenwoordig? Destijds was die 320.000 euro. Maar tegenwoordig is dat veel duurder. Ja. Toen stonden we buiten en het regende die dag. En we stonden echt letterlijk met onze schoenen in de modder. En we keken zo en dachten, oké, we hebben geen geld. We hebben wel een hele community om ons heen, die wilden we blijven. En we hebben emmers vol met klei in de kerk. We gaan gewoon vragen of ze samen met ons tegeltjes gaan maken. En dan gaan we ons eigen geld bakken eigenlijk. Kleigeld in ruil voor echt geld? Ja, en één tegeltje was 35 euro. En toevallig was het Dutch Design Week. En met de hele buurt en nog mensen die aankwamen waaien, hebben we 3000 tegels gemaakt. Zo. En die hebben we uiteindelijk tijdens de Dutch Design Week verkocht. Wauw, hadden jullie toen genoeg? Ik kan niet zo snel rekenen. Nou, we hebben 80.000 euro opgehaald, wat echt een waanzinnig bedrag is. Dat is echt superveel. Maar ja, als je dat supersnel kan, dan krijgt een bank misschien vertrouwen in je. Nou ja, de bank had inderdaad vertrouwen in ons gekregen. En daarmee konden we dus een hypotheek krijgen om die aanbetaling. Ja, dus het is echt zo waanzinnig. Gekomen, zo zitten jullie daar. Ja. Hoe is de relatie met de buurt? Die was dus al hecht. Ze wilden dat jullie bleven. Waardoor is die zo hecht? Het is gewoon super belangrijk om contact te hebben met je buren en te weten wat mensen om je heen doen. En ik merk ook dat je geïnspireerd wordt door, en dat een hele straat, er zit zoveel kennis en energie. En als je dat met elkaar bundelt, en dat gebeurt in onze straat echt zeker, nog steeds, kunnen er dus hele mooie dingen ontstaan. En wat ik er heel mooi aan vind, is dat je eigenlijk dan de energie krijgt van, je kan denken dat je iets niet hebt, maar als je gaat kijken van wat heb ik wel om me heen. Emmers met klei en mooie buurt. Voor je het weet heb je een kerk te pakken. Ja, ja, geweldig. Geweldig gedaan. Ja. Het is natuurlijk mooi dat de stad zichzelf constant probeert uit te vinden. Maar kan dat ook te ver gaan? Ik praat hierover met Angelique Bellemakers. Welkom. Dankjewel. Ja, ik ken jou vanuit de hoedanigheid van voorzitter van de Cultuurprijs, de Eindhoven Cultuurprijs. En toen werkte je bij Woonbedrijf, nu bij architectenbureau Inbo. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik denk, jullie hadden het net over transitie. En je denkt natuurlijk zelf ook wel na van wat is mijn leven, wat zou ik willen? En ik ben een zoektocht gaan doen van welke dingen zou ik kunnen doen. En ik had met Inbo een aantal projecten gedaan. En ik ben met hun gaan praten van, joh, wat zouden jullie vinden dat ik eens zou moeten doen? En uiteindelijk kwam daaruit van, zou je bij ons willen komen werken? En toen dacht ik, waarom niet? Als wat? Hoe heet jouw functie? Ja, formeel heet het natuurlijk adviseur. Hè? Ik ben geen bouwkundige, geen architect. Ik noem mijzelf wel eens scherpsteller of ontwrichter.
Oh, zaten ze daarop te wachten? Nou, ik denk een aantal wel, niet iedereen, zoals zo vaak. Maar ik denk dat we soms eerst wat moeten losmaken om ook weer iets anders te kunnen oogsten en te zaaien. Wat neem je mee van al jouw ervaring en kennis en wijsheid van jouw woonbedrijfperiode? Ja, ik heb natuurlijk heel lang in de volkshuisvesting gezeten. Hè. Daar ligt natuurlijk ook echt wel mijn hart. En ik ben bij heel veel mensen thuis geweest. En ik denk als je bij zo'n bureau komt, je stelt gewoon op een andere manier vragen. Omdat ik een hele andere achtergrond heb en anders naar buurten kijk en daar ook veel meer mee bezig ben. Hebben architecten daar enig benul van? Jawel, zeker wel. Maar ik denk dat echt tot op het individuele, hè, van wat brengt nou een bewoner, wat vraagt een bewoner, dat nog wel eens ook nog wel om wat anders vraagt. Dus ik denk niet dat alle architecten zomaar iets neerzetten. Soms denk ik dat die er ook wel zijn. Hè. Misschien soms wel ego, hè, van kijk mij. Mm. Maar ik denk dat iedereen wel steeds mee bezig is met de context. En daar begint het volgens Hoe mij Hoe haal je die op? Wie is daar verantwoordelijk voor? Wie moet dat aansturen? Maar ik vind dat als je als architect wat doet, dan ben je daar zelf al verantwoordelijk voor. Ik vind dat als iemand jou vraagt iets te doen, dan moet je je aan kunnen verbinden. En dat maar ook op een hoger niveau van gemeente of projectontwikkelaars? Zeker. En is die interesse er? Ik denk steeds meer. Hè. Ik denk, wat jij ook al zei, we staan gewoon echt wel voor een opgave. Hè. In Eindhoven moeten tot 2023 15.000 woningen worden gebouwd. Waanzinnig veel. Waar gaan we dat doen? En dan gaat het over huizen. Maar het gaat natuurlijk over veel meer. Het gaat over eenzaamheid. Het gaat over ontmoeten. Vooral is dat denk ik echt wel iets waar we ons veel meer bewust van moeten zijn. Wat jullie hebben gedaan met zo'n kerk, door zo'n community, hè, dat mensen jullie ook willen behouden. Dat is omdat je daar ook iets doet. Hè. Mensen identificeren zich daarmee. Dus duurzaamheid, hittestress. Er spelen echt een heleboel thema's. Mm. Hè. Kijk naar de gezondheidszorg, eenzaamheid. Ook wel mensen met een andere achtergrond. Mensen die hier naartoe komen omdat ze in hun thuisland niet meer veilig zijn. Ja, daar kan je niet zomaar woningen voor neerzetten. Het zou een gemiste kans zijn. Dus ik denk dat als je goed nadenkt van joh, met wie zou je dat willen doen? Waarom op deze plek? Dat je meer van die boxen kan aantikken dan alleen een woning. Waar komt die drijfveer bij jou vandaan? Waarom ben je dat zo belangrijk gaan maken in je werkend leven? Omdat ik denk ik best wel geraakt ben. Als je bij veel mensen thuiskomt en het verschil ziet. En het verschil is echt groot. We hebben in Eindhoven mensen die aan het overleven zijn. He, die gewoon geen perspectief hebben, waar niet naar omgekeken wordt. En ik zie aan de andere kant een groep die het heel goed heeft. En het gaat me niet om die beide groepen, maar het gaat me veel meer om die verbinding ertussen. Ja, valt die te leggen? Want het ligt zo waanzinnig ver uit elkaar in Eindhoven. Hè? Stad van twee versnellingen, hoogopgeleide, internationaal georiënteerde mensen, praktisch werkende Eindhovenaren. Krijg je dat nog ergens bij elkaar? Ik denk lokaal voelen, hoorde ik laatst Esra zeggen van de stichting Ik Wil. Uh-huh. Waar het volgens mij begint, dat sluit ook een beetje aan op wat jij zegt. Kijk, je kan heel erg gewichtig ernaar kijken en het heel zwaar maken. Dat moet ook. Hè, je kan het wetenschappelijk benaderen, maar je kan ook denken, wat kan ik morgen anders doen? Uh-huh. En dan blijft het bij jezelf. En al begint het maar als iemand op een bankje ziet zitten waarvan je denkt, gaat het wel goed met zo iemand? Goed die persoon. Weet je, dus dat gaat natuurlijk ergens misschien nergens op, maar het is wel de kleinste stappen. Dus ik denk dat die verbinding te leggen zijn tussen die groepen door mensen met elkaar in contact te brengen. Ja, heb je dan dit soort cultuurmakers, cultuurbrengers nodig in wijken? Ik denk dat je om te beginnen is cultuur. Ik vind cultuur is de basisbekabeling van de stad. En het gaat niet alleen in die wijken. Ik denk dat we met elkaar de opgave en de urgentie moeten voelen om het samen te doen. Mm-hmm. En dus bijvoorbeeld met Koningsdag hebben we als Eindhoven best wel wat neergezet. Een prachtig programma op de Hightech Campus. En een prachtig programma in die buurten en wijken. Maar het lijken bijna twee gescheiden dingen te zijn geweest. En daar denk ik, daar zou je af en toe iets samen moeten doen. Ja, kan je een voorbeeld geven van een project dat jullie voor de buurt hebben gedaan? Met wijkbewoners, behalve de crowdfunding. Ja, we hebben een bomenproject gedaan toen die storm was in 2019. 1000 bomen omgegaan, dus er lag behoorlijk wat hout in de stad. In Eindhoven, ja. En eigenlijk ook meer van hoe gaan mensen zich ook verantwoordelijk voelen voor de bomen. En ik denk ook als mensen het gevoel hebben dat ze iets kunnen doen of iets kunnen betekenen, dat ze je dan onderdeel wordt. Wat hebben jullie gedaan? Hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou, we hebben een tentoonstelling gedaan waarbij je eigenlijk door een bos van bomen liep. En een vrouw kreeg te horen over dat bomen belangrijk zijn voor biodiversiteit, voor hout, voor voedselproductie. En uiteindelijk konden mensen kiezen van welke boom zou ik eigenlijk graag willen adopteren. Een kersenboom of een dennenboom. En waarom? Dus voor bijvoorbeeld dan biodiversiteit of iets anders. En
Daar gingen dus heel veel mensen aan meedoen. Ze gingen ook mee planten, bomen planten. Dus uiteindelijk hebben we 2100 bomen. Zo, was er nog zoveel plek voor bomen in Eindhoven? Ja, nog wel veel meer. Oh, is er nog meer nodig? Ja. En uiteindelijk gaat dat rollen. Mm-hmm. Dus dan gaan mensen ons terugmailen van we willen eigenlijk nog wel meerdere bomen planten. Dus uiteindelijk zijn we nu ook 100 bomen langs de ring gaan planten met mensen. En ook eigenlijk van... Ja, je gaat eigenlijk vanuit die bomen gaan om en dan zie je ze liggen. En dan denk je, nou, de gemeente ruimt het op. Maar eigenlijk zijn we met z'n allen natuurlijk verantwoordelijk voor de stad en de bomen. Ja. Hoe luister jij naar zo'n project? Ja, daar zie ik allerlei kansen. Volgens mij is dat waar het om gaat. Want ja, je ziet allerlei mensen en dan maakt het niet meer uit, hè, waar mensen vandaan komen. Je doet het gewoon met elkaar. En wat je drijft, is waarschijnlijk die zorg om die bomen en je daartoe verbonden voelen. En dat zijn wel mooie projecten waarbij ik denk. En dan gaat het niet meer of het een achterstandswijk is of een grote stadse ontwikkeling. Waar zie je nog meer kansen voor Eindhoven? Wat moet er nog gebeuren? Wat is er nodig? Ik denk dat, wat ik heel mooi zou vinden bij die grote ontwikkelingen. En we hebben net gehoord, op het Campina-terrein is daar een mooie voorzet voor gegeven. Maar dat je niet aan de voorkant alles helemaal dichtzet met wat er moet komen. Maar dat je juist groepen uitnodigt van je kom hier. En dat het ook gaat om een functiemenging. Hè? Wonen, werken, ambacht, leren, recreëren. En laatst hoorde ik iemand die zei, je hebt jongeren die zijn niet in staat om op school een diploma te halen. Hoe mooi kan het zijn als je een oud gebouw hun eigen woning laat maken en aan de hand daarvan zorgt dat ze gewoon weer bij wijze van een ambacht leren. Ja, is dat de toekomst om dat allemaal meer bij elkaar te brengen in plaats van opgesplitst? Ja, want ik denk uiteindelijk als je kijkt, daar hebben we ook dadelijk een tekort aan. Hè? Aan mensen die dat gewoon kunnen. Mm-hmm. Dus het is fijn als je het op die manier wel kan doen. Mm-hmm. En dat is wel wat me drijft, Annemoon. Dat ik denk, ik zou mooi zo vinden als we in al die ontwikkelingen niet aan de voorkant allemaal bedenken wat het is achter de tafel. Ja. Want we zijn nog te weinig divers om dat te kunnen. Ja, en blijven we het ook evalueren gaandeweg als projecten zich realiseren? Wordt dan dat is ook... het belangrijkste. Dat zie je natuurlijk wel op strijdbest. Daar heb ik vanzelf iets van meer nabij meegemaakt. Dat er wordt een plan bedacht, maar na 10 jaar moeten er toch ook aanpassingen komen. Gewoon mensen veranderen, de tijd verandert. Tuurlijk. Ja. En dat mag nog wat meer gebeuren? Ja, ik zou het heel mooi vinden als we diverser worden. Dus meer groepen betrekken bij dat soort ontwikkelingen. En met elkaar in verbinding brengen zonder dat je vooraf alles dichtrekent en dichtzet. Ja. Dankjewel, Angelique. Goede vrouw op de goede plek lijkt me. Nou, dankjewel. Als je het hebt over transitie in Eindhoven, dan kun je niet om strijp S heen. Het voormalige Philipsterrein is omgetoverd tot een bruisende plek waar design en techniek hand in hand gaan met het gewone dagelijkse leven. Midden op het terrein staat de oude fabriekshal waar Area 51 zit. En het Centrum voor Urban Sports and Culture is inmiddels bezig met haar geheel eigen transitie. Ja, eigenlijk wordt alles wel anders wat hoe het eerst was. De activiteiten blijven nog wel redelijk hetzelfde, maar we hebben het wel uitgebreid. En vooral de andere disciplines dan sport, die krijgen meer ruimte in het gebouw. We hebben eigenlijk verschillende pijlers, dus we hebben sport, maar we hebben ook art, music, dance en spoken word. En dat zijn eigenlijk allemaal disciplines die hier meer ruimte krijgen doordat we het pand gewoon effectiever hebben ingedeeld. Eén grote verandering is dat je nou 1 ingang hebt waar iedereen door naar binnen komt. Voorheen waren er 2 danszalen, die hebben we nou 4. We hebben een ruimte, de kelder hebben we helemaal toegankelijk gemaakt via een ingang via het Ketelaarsplein. Vooral voor art en music. En zo, sport, dat is nog heel duidelijk, dat is nog steeds hoe het was. Maar zo hebben we gewoon heel veel verschillende ruimtes gecreëerd eigenlijk. En de lozen er vooral uitgehaald. No son of mine. Ik denk wel dat de doelgroep wel meer de richting op gaat waar het voorheen bij Area 51 ook om draaide. Toen was ook muziek een veel groter onderdeel van het geheel, ook vooral in Meerhoven toen nog. En wij probeerden eigenlijk weer een beetje terug te brengen. In 2016 toen is eigenlijk besloten om het niet te slopen, maar te laten staan. Toen is er al een deel opgeknapt en wij doen eigenlijk de tweede fase waarin de infrastructuur die wij nodig hebben helemaal op orde wordt gemaakt en helemaal wordt afgestemd eigenlijk op ons gebruik. Wij hopen toch wel dat we het deze zomer ergens helemaal afronden en dat we dan ook weer met alle maatregelen gewoon open mogen. Want dat is dus ook nog een ding. Maar we hopen zo snel mogelijk.
Dat is een behoorlijke verbouwing. Lonnie, als jullie bij jullie kunnen verbouwen, wat zou je dan doen? Of verbouwen, iets veranderen? Dan zouden we nog meer machines en de plek nog geschikter maken voor het werken met lokale materialen. We zijn er nu ook heel erg mee bezig. We noemen dat de Earth Alchemy Factory. En we gaan lokale mensen uitnodigen. Van expats tot Design Academy studenten. Eigenlijk zoveel mogelijk verschillende mensen die met elkaar in contact komen. Naar de kerk halen? Ja. En dan, wat gaan jullie doen? Echt mee eerst op veldwerk, dus het lokale klei scheppen. En dan bewerken, die verwondering eigenlijk delen. En dan leren hoe je er een klei van een keramiek van kan maken of verf van kan maken. Maar je hebt dus eigenlijk ook gereedschappen nodig om dat te kunnen faciliteren? Ja, dat is nu wat we nu wel nog moeten gaan investeren. Ik voel een crowdfunding in de lucht hangen. Het oude NRE-terrein is de afgelopen jaren ook volop in transitie. Van oude energiefabriek naar een energieke plek waar wordt bedacht en uitgevoerd, gewoond en gerecreëerd. 06 is een stichting van 18 creatieve ondernemers. Eén daarvan is architectenbureau To The Bone van Philip Rol. Hallo Philip. Hi, Annemarie. Jij bent een echte samenwerker met 14 partijen, nog veel meer mensen. Ja, klopt. Het is een hele mooie bonte mix van allemaal mensen vanuit verschillende disciplines. Vanuit welke disciplines? Oeh, wauw. Ja, ikzelf dus architect, maar ook grafisch ontwerp, keramiek, meubel maken. Social design, audio-video kunst. Ja, het is een hele lijst. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Het is eigenlijk 7 jaar geleden begonnen toen er nog een hek voor het NRE-terrein stond. En toen zijn de eerste gebruikers daar al anti-kraak dingen gaan organiseren. En dat is langzaam uitgegroeid. En het leuke is dat de gemeente de ruimte heeft gelaten op het NRE-terrein om echt eindgebruikers daar aan het roer te laten van wat daar ging komen. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat het nu een mooie mix van werken, wonen, recreëren is. Ja, wat voor plekken hebben jullie daar? We hebben een aantal studioruimtes, maar vooral ook grote plekken die wat creatief zijn ingericht. Waarbij we workshops, presentaties, feestjes zorgen dat mensen samenkomen. Ook ja. Exposities. Het zorgt ervoor dat je daar dus de mogelijkheid hebt om dingen te bevragen. En dat is wel wat liefst te doen eigenlijk. Ja, en er wordt nogal wat gevierd. Ja, misschien nu even niet, maar op jullie website lijkt dat belangrijk te zijn. Vieren is erg belangrijk, want dat is ook het moment dat je, denk ik, de ongewone dingen naar boven ziet komen. En dat je met elkaar dingen uitwisselt die je misschien in je dagelijks werk niet zo gauw tegenkomt. Dus vieren is belangrijker dan we denken. Het is een hele coole plek. Op die website zie je ook badkuipen op daken staan. Mensen die daar lekker in de zomer in aan werkplekken, heette dat, hè? Er wordt ook gewerkt af en toe in die badkuipen. Maar het is ook, het inspireert om een plek te hebben die niet een standaard kantoor met systeemplafond is. En dat helpt ons aan alle kanten. Wat is jouw definitie van cultuur? Ja, dan kunnen we er een heel lang gesprek van maken. Ik zou willen zeggen dat hetgene is wat tussen ons in gebeurt. Dat is een beetje abstract, maar bij 06 is dus het gesprek over de stad, over wereldbeeld is heel belangrijk. En ik denk dat voor mij dat cultuur definieert. Aha, en hoe onderscheidt zich To The Bone, jouw eigen architectenwerk van 06? Of hoe werkt het juist samen? Ja, echt onderscheiden doet het niet. Want in beide gevallen zijn we echt als mens staan we aan de basis van wat we doen. Bij ons architectenbureau zoeken wij naar echt de balans tussen betekenis zoeken in een groep mensen en daar ruimtelijke oplossingen voor bedenken. En bij 06 ligt de nadruk meer op het faciliteren van de ontmoeting. En die betekenis kan dan veel meer andere vormen krijgen. Mm-hmm. Dus als wij dingen samen doen, dan sta ik vaak aan de basis van de ruimtelijke gedachtegang. Maar het samenbrengen van mensen is altijd wel de basis. Ja, je bent ook betrokken bij het project Vredeoord aan Bosdijk. Hoe ver is dat gevorderd intussen? Ja, daar zijn wij een CPO, een hele grootschalige CPO aan het doen. 40 woningen met een bewonersgroep die ook groeiend is. Inmiddels iets van 50 mensen. En wij zijn nu met de aannemer aan het praten over hoe we het gaan doen. 50 potentiële kopers? Of dat is ja, ja, 50 en, ja. Huishoudens. Mm-hmm. Het zijn 30 huishoudens, 50 mensen. Ja. En die zijn dus samen al die groep die voortdurend met elkaar in gesprek is. Hoe willen we deze plek gaan gebruiken. Eigenlijk waar Angelique het ook over had. Hè? Ja. De gebruiker die heeft de inspraak. Wat haal je dan op? Het is heel divers. Het leuke van dit project is dat heel veel gedeeld gaat worden. Dus tuinen, gemeenschappelijke voorzieningen. Maar je ziet ook dat die mensen gedurende het proces zelf anders tegen hun eigen woonwens aan gaan kijken. Hoe verandert dat?
Doordat ze bijvoorbeeld de groep mensen belangrijker gaan vinden dan een specifieke functie of een kamer in hun woning. Dus ze stappen in met een bepaald fundabeeld van een woning. En geleidelijk wordt het, de nadruk komt op de woonomgeving te liggen. Ah, ja. Delen van functies. Ja, en ontstaan daar ideeën over functies die er eerst nog niet waren? Ja, absoluut. Ja. Wat dan? Kan je een voorbeeld van geven? Nou ja, de ontmoetingsruimte bijvoorbeeld, daar werd eerst heel algemeen gedacht van, nou, daar kunnen we dan onze algemene ledenvergaderingen houden. Maar inmiddels is dat een bonte mix van we kunnen daar yoga-sessies gaan houden. Hey, waar kunnen we daar niet ook iedere zaterdagochtend voor de buurt ontbijt regelen? Feesten geven, vieren. Feesten geven, badkuipen op het dak. Die zitten er nog niet in, maar dat is een goed idee. Ja, ja, ja. Dat wat je zelf hebt ervaren op het NRE-terrein, zijpelt dat ook door naar Vredeoord? Ja, en ik denk dat iedereen dat voortdurend doet. Je neemt je referentiekader overal mee naartoe. En de rijkheid die we daarin in Eindhoven hebben, die proberen we alleen maar verder uit te bouwen. Ook een plek die jij dan hebt, ja, dat inspireert mensen. En volgens mij moeten we dat netwerk van betekenisvolle plekken alleen maar met elkaar groter maken. Mm-hmm. Ja, wat is het ideale wonen en werken? Hoe ziet dat eruit? Hoe kunnen we dat mengen en elkaar ontmoeten, buurten meenemen? Wat kan er nog meer dan wat er al gebeurt? Ja, ik denk wat Philippe zegt, dat die verbinding zo fijn is met mensen dat met elkaar kunnen zijn. En dat ze samen dingen kunnen organiseren. Dat iemand yoga kan en dan kunnen we met z'n allen yoga doen. En dat het inderdaad dan niet alleen maar is dat je woont, maar dat je met z'n allen eigenlijk samen bent. Dat hebben we nu ook heel erg nodig, denk ik. Mm-hmm. Ja, ik zou daar nog wel aan toe willen voegen dat een plek voor mij betekenisvol is als hij mensen laat groeien. Ja. Dus als een plek een voedingsbodem biedt waar jij je thuis voelt, waar jij je begrepen voelt, maar ook door kunt ontwikkelen als mens. Is dat noodzakelijk dat mensen ook gelijkgestemd zijn in hun ideeën en zo? Want de behoeften kunnen natuurlijk ook ontzettend tegenstrijdig zijn. Leuke vraag. Deels. Je zult een basis moeten hebben van de ander willen begrijpen. Als je die hebt, is het juist weer leuk als iemand anders over dingen nadenkt. Mm-hmm. Want dan krijg je een gesprek wat misschien tot wrijving leidt, maar waar wel waar je je eigen ideeën niet alleen maar bevestigd ziet, maar ook bevraagt. Het vraagt wel goede communicatieskills. Ja, dat is een uitdaging soms. Mm-hmm. Ja. Maar misschien als mensen zich betekenisvol voelen, dan gaat die communicatie ook beter. Als we allemaal individueel wonen, dan heb je veel meer obstakels dan dat je eigenlijk belangrijk bent in de community. En in zo voelt dat je iets kan bijdragen. Ja, exact. En andersom voelt dat het ook een meerwaarde voor jezelf is in jouw leven. Ja. Ja, die kernwaarden voor Vredeoord, wat zijn dat? Ja, dat zijn er daar vier. Die hebben wij niet zelf bedacht, maar dat is echt met de eerste bewoners ontstaan. En dat gaat over een gezonde balans tussen autonomie en verbinding. Dus we gaan dingen samen doen, maar je moet je ook terug kunnen trekken. Mm-hmm. De kracht van het collectief. Als je met 40 mensen bent, dan heb je natuurlijk geen 40 parkeerplaatsen nodig. Want je kunt auto's delen en dan heb je er minder. Mm-hmm. En je hebt een paar auto's, waardoor het ook goedkoper wordt. Mm-hmm. Niet onbelangrijk in deze tijd. Nee, inderdaad. De rafelrand, waarmee we dus ook zeggen, eigenlijk moet je iets niet helemaal in steen willen buitelen. Dus we houden ruimte voor het onbestemde. Mm-hmm. En de laatste is een duurzame en gezonde woonomgeving. En dat duurzaamheid is natuurlijk een beetje een containerbegrip. Maar dit gaat ook over dat we bijvoorbeeld de ecologie meenemen. En dat we zoveel mogelijk biobased bouwen. Ja. En die vier zijn het voor Vredeoord geworden. Waren dat voor jou werkbare kernwaarden? Ja, absoluut. We zijn ze ook echt gaan inrichten met allemaal bouwstenen, wat weer de basis is geworden voor het ontwerptraject. Mm-hmm. Wanneer gaat dat zijn voltooiing krijgen, dat project? We hopen nu de laatste helft dit jaar te gaan bouwen. Ik denk oktober, november. Als we dat redden om dan te gaan bouwen, dan ben ik heel gelukkig. Ja. En dan is het hopelijk juni volgend jaar klaar. Wauw, dat gaat snel. Hoe klinkt je dat? Zou je dan niet die kerk achter je willen laten en in zo'n traject of het Campina-terrein of de NRE-terrein of zo met meer makers samen willen zitten? Nou, dat klinkt heel erg verleidelijk. Dus ja, zeker. Heel erg mooi. Maar ja, ik ben zelf heel gelukkig op mijn plek. En grappig is dat een buurman gisteren tegen mij zei, ja, tijdens de corona heb ik veel meer het gevoel gekregen dat onze straat een soort camping is geworden. Waar mensen bij elkaar binnenlopen. Terwijl je eigenlijk afstand moet houden, maar we zijn elkaar ook meer gaan opzoeken. En dat vond ik heel erg mooi. En we hebben gevoeld hoe belangrijk het is, hè? Hoe waardevol het is om dat te kunnen doen. Dus jij blijft zitten waar je zit? Ik blijf zitten waar ik zit. Aha, zijn er nog andere samenwerkingsmogelijkheden? Want deze talkshow blijkt ook een beetje een datingsprogramma te zijn. Iedere aflevering vinden weer partijen elkaar.
Nou, ik vind het heftig om zo in een paar minuten alles samen te vatten waar wij mee bezig zijn. Niet te doen. Het raakt heel erg aan elkaar. Dus volgens mij moeten we, welke plek het ook wordt, eens een keer gebruiken om daar een fles wijn open te trekken en verder te praten. Want volgens mij is het netwerk van mensen die bouwen aan de stad, die de stad betekenis geven, dat groeit. Het wordt groter en we inspireren elkaar, bewust en onbewust. En volgens mij door elkaar op te zoeken en te vieren, kunnen we dat alleen maar groter maken. Ik denk dat Angelique ook wel een glaasje mee wil drinken. Ja. Dank je wel en maak er wat moois van. Ja, dank. En veel vieren, als het weer kan. Gaan we doen. Stadsdichter Iris Penning vangt de stad en het dagelijks leven in poëzie. Deze keer dicht zij over ons thema transitie. Het waren maar muren. Een letterloze kaft, een karkas, hulsel van lucht. En de ramen keken ernaar. Hoe de mensen gingen en kwamen, sommigen dansend, sommigen stil, soms in de war, soms met een antwoord. Soms schreeuwend, soms vechtend, soms lachend en vaak hand in hand. Hoe de ruimte steeds werd opgevuld en aangepast en ingepakt en alles weer in dozen opgestapeld het pand verlaten. Van bloemetjesbehang naar paarse verf naar simpel wit. Felle TL werd sfeerverlichting. Houten vloer werd binnenstrand, werd tegeltjes, werd houten vloer. Van brakke grond naar groentetuin, naar podium, naar terras, naar alles wat nog komt en was met wisselende stemmen en stemmingen, bestemmingen. Niemand vraagt de eindbestemming. Onbeweegbaar, altijd, onderweg. Het waren maar muren. Een letterloze kaft, een karkas, hulsel van lucht. De jaren maakten het een plek. De muren werden dat gesprek, die ene avond, dat groepje mensen, die verhalen. En de ramen keken ernaar. Dankjewel Iris voor jouw mooie gedicht. Onze volgende gast verwelkomen we via een live verbinding. Wikke Peters van het CKE. Wikke is cultuuraanjager in Eindhoven. Veelal in wijken die wel een oppepper kunnen gebruiken. Kunst en cultuur is volgens Wikke breed inzetbaar. Soms een smeermiddel, soms een breekijzer. Eén ding is zeker voor haar. Kunst verbindt mensen. Leuk dat je erbij bent op deze manier, Wikke. Dank je wel. Wat is dat, een cultuuraanjager? Wat doe je? Een cultuuraanjager is iemand die eigenlijk leefbaarheid verbindt aan cultuur. Dat doen we, zoals je al zei, veel al in de actiegebieden van Eindhoven. Wij proberen cultuur uit toegankelijk te maken voor mensen die niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komen. Wat zijn de actiegebieden in Eindhoven? De actiegebieden zijn door de gemeente benoemde gebieden die extra aandacht nodig hebben als het gaat over leefbaarheid, veiligheid, armoede, eenzaamheid. De vroegere krachtwijken. Wat gaan jullie daar doen? Kan je een voorbeeld geven van een project dat het CKE met jou voorop daar uitvoert? Ja, ik kan daar een voorbeeld van geven. We doen ontzettend veel projecten. Ik denk, ik werk nu 8 jaar bij CKE en hebben echt honderden projecten gedaan. En dat varieert van heel kleinschalig, altijd eigenlijk samen met de buurt en de buurtbewoners, tot bijvoorbeeld het maken van een bankje, omdat mensen ergens willen zitten als ze moeten wachten op de taxbus, tot het ondersteunen van buurtfeesten op een culturele manier, tot het opnieuw inrichten tijdelijk van de openbare ruimte, tot het bedenken van een programmering voor de buurt. En eigenlijk alles wat daartussen zit. Ons meest recente project is Koning voor één dag geweest, tijdens Koningsdag, waarin we dus eigenlijk als speerpunt hadden in dat project, kunnen we nou al die bijzondere mensen in al die buurten, die eigenlijk onder de radar heel veel voor hun buurt betekenden, door boodschappen te doen voor een oudere buurvrouw, door de hond uit te laten van de buren, door zwerfafval te ruimen, kunnen we die nou eens op een bijzondere manier op een podium zetten. Wie is koning voor één dag geworden? De koning voor één dag is best verrassend Kaatje geworden uit Straten. Een meisje van 15 jaar. Die is uiteindelijk overgebleven nadat we meer dan 700 nominaties voor koning voor één dag in de buurten van Eindhoven hebben opgehaald. En Kaatje heeft in de finale, we hebben 3 rondes gespeeld, de alle volwassenen gewoon keihard weggespeeld. Ja, helpen dit soort initiatieven die jullie doen? Wat brengt het teweeg in de buurten waar jullie bezig zijn? Dat is heel, heel divers wat het teweeg brengt. Een van de dingen die ik in het werk heel erg leer is dat eigenlijk bij alle mensen, inclusief jij en ik, volgens mij de basisvraag leeft, hoor ik er toe en hoor ik erbij? En ik denk dat dat is waar wij heel erg aan appelleren met onze projecten. Dat je gezien wordt, dat je gezien wordt in je buurt, dat je jezelf op een andere manier gaat zien, dat je je buurt op een andere manier gaat zien. Dus het gaat heel veel over
identiteit en inclusiviteit eigenlijk. Ja. Project, de succesfactor van projecten die varieert totdat buren elkaar meer gaan groeten, totdat er hele nieuwe gemeenschappen ontstaan, totdat er in de openbare ruimte iets gebeurt. Struis Bultje is daar een mooi voorbeeld van. Hè? Alle handen van buurtbewoners zijn daar op die pilaren geschilderd en die houden gezamenlijk zo het Struis Bultje omhoog. En dat zijn allemaal handen van buurtbewoners zelf die daarvoor geposeerd hebben. En de keuze voor het ontwerp is ook door een stemming tot stand gekomen door de buurt. Wauw, mooi project. Ja, en een belangrijke missie. Kun je iets vertellen al over de rol van het CKE in de transitie van het stationsgebied? Daar zitten jullie vlakbij. Ja, kun je daar iets klopt. In betekenen? En net als wij met CKE eigenlijk in de haarvaarten van heel veel buurten in Eindhoven zitten, willen we dat natuurlijk ook zeker in onze eigen buurt. Dus we hebben de komende tijd brainstorm sessies op het programma staan om te kijken hoe CKE gaat aanhaken. We hebben net afgelopen zondag artiestenoffensief eigenlijk de Gildebuurt ingestuurd. Dat is onze eigen buurt. En daar hebben we gemerkt dat het in elk geval een hele bruisende, dynamische, prettige buurt is om iets te gaan doen. Dus we kijken daar enorm naar uit om ook te kijken hoe we op deze grote ontwikkeling gaan aanhaken. Wat zou jij ervan hopen, stiekem zelf, off the record? In die zin sluit ik me aan bij Angelique dat we ruimte krijgen om andere groepen erbij te betrekken, dat je gaat kijken naar diversiteit, dat het niet alleen een TDK-verhaal wordt, hè, dat we niet alleen maar kijken naar hoe willen we groter, mooier, imposanter, omdat we vooral ook kijken hoe maken we mensen die niet per se aanslaan op zo'n TDK-boodschap, hè, op de grootsheid en de economische boost van Eindhoven, hoe laten we die voelen dat die stad ook van hen is, dat zij ook onderdeel, een wezenlijk onderdeel zijn van de identiteit van Eindhoven. Lijkt me heel belangrijk in deze stad van twee snelheden om het bij elkaar te brengen. Dankjewel voor het mooie werk wat je daarvoor doet. Dankjewel, Wieke. Dankjewel. Hoe luister jij daarnaar? Ja, ik krijg echt kippenvel momenten. Dat vind ik super mooi. Heel inspirerend. Eigenlijk alles wat voorbij gekomen is. En ik vind het heel mooi wat Wieke zegt van je hoort erbij. En dat gevoel ook dat iedereen erbij hoe essentieel hoort. Dat is. Ja, dat, en dat we het samen kunnen doen. Ja, waanzinnig belangrijk. Ik was een beetje verdrietig gisteren bij de kapster. Die vertelde mij dat ze in de buurt woont waar iedereen is wegverhuisd en allemaal nieuwe bewoners. En dat het totaal niet mengt. Ergens bij de Kruisstraat. En dat ze buren heeft. En die gaan nooit bij elkaar op de koffie. En dan zegt ze erbij, ja, maar we hebben die behoefte ook niet. En zij ook niet. Dat is toch gemiste kans eigenlijk. Ja, zeker. Ja, ik voel juist enorme warmte hoe meer je eigenlijk leert kennen van wie er om je heen woont. Mm. Maar dat is eigenlijk ook als je ziet wie er om je heen woont, welke bomen om je heen staan. Mm. En eigenlijk dus opnieuw waarderen van dichtbij. Dat vind ik echt van je directe omgeving, juist nu. Dat is misschien wel een van de lessen van de corona. Ja. Kijk dichtbij. Ja. Kijk naast je, kijk naar je buren. Ja. Wie verdient volgens jou een dikke stimulans in de Eindhovense culturele sector? Oftewel, wie zou jij nomineren voor de Eindhoven Cultuurprijs? Deze wordt 1 keer per jaar uitgereikt in 2 verschillende categorieën. De stimulerings- en de waarderingsprijs. De stimuleringsprijs is bedoeld voor initiatieven of makers die nog niet langer dan 5 jaar bezig zijn. En de waarderingsprijs wordt toegekend aan een maker of instelling met een aantoonbare staat van dienst. Ken jij iemand of een organisatie die deze prijzen verdient? Nomineer ze dan via eindhovencultuurprijs.nl. Dat kan nog tot en met 13 juni. Lonnie, wie ga jij nomineren? Make Eindhoven. Vertel. Ja, ik vind het fantastisch wat er gebeurt belangrijk gewoon hands-on te werken. Je kan daar met brons werken, je kan daar met keramiek werken, je kan leren over glas. Dus ik vind het een belangrijke plek. Ik vind maken belangrijk. Dus ik dacht. Was je al van plan om te nomineren? Ja, ik was van plan om Te nomineren. Nou, doe dat allemaal. We zijn al bijna aan het eindje gekomen van deze Eindje Cultuur. Wat zou jij de stad toewensen voor de toekomst? Samen. Samen zijn, samen vieren, samen maken. En concreet? Concreet? Wie? Wat waar de beleidsmakers? Wat is er nodig? Wat kan er nog meer? Behalve ook een mooie initiatieven van jullie van binnenuit. Maar hoe moet dat gestimuleerd worden? Wat is er nodig om mensen als jij nog meer ruimte en mogelijkheden te geven om dat verbindende werk te doen? Mensen als Wieke?
Ik denk dat het gezien moet worden en de waarde daarvan. Dus dat we niet alleen maar kijken naar de financiële waarde, maar de sociale waarde. En hoe belangrijk, eigenlijk veel belangrijker, dat die eigenlijk veel belangrijker is. En dat dus eigenlijk die samenwerkingen ook met creatieven en met andere mensen in de stad heel erg belangrijk is. Dus ik denk om dat te zien en dat dan te voeden en ook misschien opdrachten te geven om die verbindingen te maken. Nou, fijn dat je hier was, dat je de tafelgast was. En heel veel succes met alles wat je nog gaat doen en bijdragen aan Eindhoven en de wereld. Ja. Dank je wel, Loni. En natuurlijk alle gasten van vandaag hier in de studio of via Zoom. Alle uitzendingen zijn terug te vinden op studio040.nl en op de YouTube-kanalen van Cultuur Eindhoven en Studio 040. Op zaterdag 5 juni zijn we terug met een nieuwe Eindje Cultuur. Dan praten we over de visie voor de toekomst. Heel graag, tot dan. We'll be right back.